Jeetje, het wordt steeds geler hier. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, ah, chill. Net als ik iets voor mijn haar wil opnemen, gaat mijn haar fucking statisch zijn. Like it. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Zo, dat heb ik lang niet gezegd. Ja, ik heb eventjes niks gepost op YouTube. Ik had eventjes tijd nodig voor mezelf. Want ja, VO5 kan heel erg druk zijn. En er kwam gewoon een beetje te veel op mijn pad. En ja, dan moet je soms keuzes maken. En ik heb toen even besloten om eventjes een aantal weekjes YouTube te laten liggen. Het is niet dat ik het nooit wilde, maar ik had ook geen video's om te bewerken. En ik had geen tijd om video's te maken. Ik had alleen nog een reisvideo, maar die kon ik echt niet. Die lukte me echt zo niet om te bewerken gewoon. Dat je werk hebt en dan hik je telkens tegenaan. Dat was die reisvideo. Hij komt nog wel online, maar ik ben gewoon zo. Hij valt, mijn werksprogramma valt telkens uit. Echt zo hinderlijk. Maar ik ben terug van weg geweest. En ik dacht, ik ga eens eventjes ja, gewoon voor de camera zitten, zodat we een beetje kunnen bijpraten. Ik had laatst deze foto op Instagram gepost. Deze. Volg je me nog niet op Instagram? You should. Ik kreeg een aantal DM'tjes van mensen van, oké, laat zien hoe je deze haarstijl hebt gemaakt. Het is namelijk mijn perfecte messy bun. Ik heb meerdere manieren om een knot te maken, maar deze video ga ik dus deze manier laten zien. Nou, dat voelt echt onwennig na 3 weken niet gedaan te hebben. Can't do this anymore. Ik heb nu eindelijk vakantie. Echt, thank god. Oh, waar is mijn horloge? Ik heb altijd een horloge om. En op het moment dat die er niet om is, dan kan ik het echt niet aan. Ik was zo klaar met school, mijn leven. Ik was de laatste dagen echt in survivor mood, echt. En ik voel me nu ook wel echt een warrior. De hele vakantie heb ik natuurlijk weer heel druk gepland. Dus ik kom waarschijnlijk de hele vakantie helemaal niet uitgerust uit. No, who cares? Waarvoor heb je een zaad nodig, toch? Oké, we gaan beginnen met het tutorial. En mijn haar is op dit moment best wel statisch, niet echt volumieus. Het heeft niet zo heel erg iets. Soms word ik wakker met echt de chillste haar om dingen mee te doen ever. En vanmorgen is gewoon niet zo'n dag. Ik heb ondertussen wel een beetje een aantal dingen geleerd waarmee ik het een beetje kan proberen te fixen. En een beetje kan proberen wat meer volume en wat meer structuur. Zodat zo'n messy stijl net wat beter kan gaan lukken. Oké, stap 1 is droog shampoo. En mijn droog shampoo is op. Dus wat ik dan gebruik als mijn droog shampoo op is, het is echt niet goed. I know, geen aanrader, maar ook wel weer wel, want het werkt wel. Dit is een bakje met babypoeder die ik ooit heb gekocht. Ik weet niet waarom, maar ik heb hem. En dan pak ik een make-up kwast die ik eigenlijk nooit gebruik. En dan breng ik het een beetje hier aan. Op de plekken dat het vet is of dat het wat meer structuur nodig heeft. Dus nu niet echt heel vet of zo. Maar ik breng het even aan. En ja, dan wordt het eigenlijk nog statischer. Oh. Of niet wel wat ik echt met een kwast aanbreng. Oké, dan ga ik gewoon een beetje met mijn handen erdoorheen. Ik pak ook wat mousse vandaag even. Ik ga gewoon even alles laten zien wat je kan doen om meer structuur en ding in je haar te krijgen. Ik knijp het er gewoon een beetje zo in. Vanaf de onderkant. Oh, trouwens. Deze heb ik gekocht bij Hema. Het is de letter E. You guys like it? I like it. En ik heb wat fotootjes opgehangen. Dus nu is mijn achtergrond wat cooler. Oh yeah. Wat je ook nog kan doen is van dat salt spray. Dus het geeft een beetje slag in je haar. Deze is van Wella ofzo. Oh, ik heb nu ook gewoon nog steeds lekker die vlekken in mijn haar. En het zijn wel mijn 3 manieren om wat meer structuur in mijn haar te krijgen. Oké, nu staat het lekker zo, lekker recht. Love it. Oké, dan pak ik mijn haar naar achter. En ik begin van onder. En dan breng ik het omhoog. Dus ik gooi niet mijn haar naar voren. Dan pak ik nu alvast een aantal plukjes eruit. En het enige wat ik dan doe is ik haal hem in 1 lus er zo doorheen. Dus niet mijn hele haar, gewoon in zo'n soort van echt een lusknot. Oh. Meestal ziet het er niet zo uit. Maar we zijn er nog niet hoor, dus het is nog niet uitgestaat. Dan doe ik een beetje zo. Ik maak hem wat groter. Maak hem wat messier. Maak hem precies zoals ik dat wil. En nu heb ik een soort van haar rondje. En dan pak ik nog een haar elastiekje. En breng ik gewoon alles bij elkaar voor de laatste keer. En moet je even kijken of je tevreden mee bent. En ik ben er eigenlijk helemaal niet tevreden mee. It looks like fucking shit. Me trying to film a tutorial. Nu zie je ook gelijk dat het niet altijd goed gaat. Dus, hè?
Don't worry als het een keer verkeerd gaat. Auw, dit doet gewoon echt pijn. Oké, jullie hebben dan net gezien hoe ik het doe. Ik ga nu heel eventjes kijken in de spiegel. Omdat ik anders het gewoon niet kan zien. Oké, dit is het eindresultaat. Did I just do more random things? Yes, I did. Oké, dit is het eindresultaat van de plots voor vandaag. Om heel eerlijk te zijn, eindigt het altijd anders. Ik vind het wel leuk om zo'n knotje in te hebben. Want het is namelijk heel fijn naar achter. En het is comfortabel. En ook op dagen dat je haar wat vettiger is, kun je dus gewoon een shitload aan droogshampoo in doen en het in zo'n knot doen. En het maakt niet uit, want het is de bedoeling dat het er heel niet netjes uitziet. Even als je het net niet goed kon zien, zo ziet het er uit. Ik ben weer niet te focussen. Do I honestly really care? Ik zou echt willen dat ik een beautyblogger was en ik gewoon zo'n haar tutorial makkelijk zou kunnen maken. Nou, zo ziet het eruit. Oh, how cute. Lekker messy. Het lijkt me erg leuk om een soort van vragen in elke video naar jullie te kunnen stellen. De vraag van vandaag is denk ik dan, wat gaan jullie doen in de vakantie? Of hebben jullie al vakantie gehad? Ik ga lekker carnavalen maandag. Ik ga normaal altijd naar Maastricht. Maar ik dacht, weet je, je moet van elke cultuur een beetje wat proeven. Dus we gaan dit jaar naar Den Bosch of Breda, weet ik niet precies. En ik ga ook maar een dagje, dus we will see how it turns out. Als jullie nog tips hebben of leuke aanraders in Den Bosch of Breda van waar ik echt heen moet, let me know, want I'm in for it. En voor de rest ga ik lekker een aantal dagjes shoppen, veel uit. Veel mijn YouTube gaan fixen, want damn, I didn't fix that. De school fixen, mijn leven fixen, mijn kamer opruimen. En zo is zo'n weekje alweer zo snel voorbij. Ik zal trouwens linken wat ik aan heb in de beschrijving, want mensen vragen het altijd. Ik kan het ook gewoon nu zeggen, deze is van Runway, deze is van Costus. Dit is gewoon dit t-shirt van Monkey. Er komt snel weer een shoplog aan met allemaal nieuwe dingen. Er komt ook weer een outfit of the week. Je kunt niet Engels en Nederlands in één zin mixen, Evie. Jullie vragen altijd of ik meer fashion dingen doe. Dus dat is wat ik ga doen. Get ready for that. En dan zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Doei doei!